Over het spanplafond. Op zaterdag zijn er natuurlijk allerlei plusprogramma's, zoals nu ook. Kijk, de vraag toevallig vandaag over het spanplafond onder een trap. Dat is natuurlijk heel raar, want normaal gaat het gewoon, ja, gewoon tegen het plafond, zeg maar. Maar uh, die persoon wil het onder de trap. Nadeel natuurlijk. Uh, enerzijds kinderen, huisdieren, die kunnen natuurlijk allemaal beschadigen. Um, maar het, ja, waarom kan het niet? Natuurlijk kun je het overal doen, Want de meeste mensen doen het tegen het plafond, maar het kan natuurlijk ook tegen de muur, onder de trap of waar dan ook en uh, hier zie je dat het zelf aangebracht wordt uh, ziet er makkelijk uit maar in de praktijk valt dat zwaar tegen um, maar goed je kan het zelf doen of laten doen uh, het grootste voordeel uh, oude ornamenten bijvoorbeeld een monument uh, kun je gewoon tijdelijk even beschermen als je bijvoorbeeld geen geld hebt om het stukwerk compleet te laten doen of je wil gewoon heel snel en goed redelijk goedkope plafond het is niet super goedkoop, maar het is wel goedkoper dan compleet nieuw stukwerk. Dus dat over plafond en alles natuurlijk op de blog. En zie je dat in YouTube zal ik de link onder de video zetten.